Het Grand Palais is oorspronkelijk gebouwd voor de wereldtentoonstelling in 1900. Op dat moment zijn er vele nieuwe technieken die de bouwwereld volledig opnieuw uitvinden. Het Glazen Paleis is gemaakt om al deze technieken trots te tonen aan het volk en de wereld. Het is in een indrukwekkende 3 jaar tijd gebouwd. De grote binnenhal heeft vele interessante knopen en stukken constructies, gemaakt uit simpele massageproduceerde onderdelen. De gehele constructie maakt gebruik van de traditionele klinknagels als boutverbinding. Men werkte in groepen van 3 naast een vuurpot om 1 voor 1 honderdduizenden klinknagels te plaatsen. 1 persoon verwarmt de klinknagel tot wit en plaatst het in het voorgeboorde klinkgat. Zodra die in het klinkgat is gestoken, wordt het uiteinde van de stalen staaf platgeslagen met een hamer. Hierdoor ontstaat de sluitkop. De sluitkop kan in verschillende vormen worden gebracht. Dit gebeurt met een snapper. De snapper is een staaf waarin de gewenste vorm van de sluitkop is uitgedraaid. Door op de sluitkop te hameren met de snapper, als de klinknagel nog heet is, wordt het mogelijk om de sluitkop een andere vorm te geven. Doordat het staal afkoelt, krimpt de klinknagel iets wat. Door het krimpen van de klinknagel ontstaat er spanning waardoor een stevige verbinding ontstaat. Er is gebruik gemaakt van staal voor het volledige frame van de Grand Palais. Het totale gewicht van de constructie is 9.056 ton aan constructiestaal. Het schip weegt 6.000 ton. En de koepel 2.000 ton. Het werk van de staalstructuur is opgedeeld in 3 delen voor 3 verschillende bedrijven. Daidé en Pile waren verantwoordelijk voor de veranda, koepel en dwarsbeuk. Société des Ponts et Travaux en Fer voor de zuidbeuk en bovenste onderdelen van het tussenliggende deel. Moisan, Laurent, Savé et Compagnie voor het noordschip, de hoofdtrap en het onderste gedeelte van het tussenstuk. De onderdelen met dezelfde functies lijken hetzelfde qua vorm, grootte en gewicht. De gieterijen hebben uit slechts een 100-tal mallen en in een serie alle onderdelen kunnen produceren. De onderdelen bestaan uit door elkaar en aan elkaar vastgemaakte L-liggers. De gemetselde muren bestaan uit 2 onderdelen. De buitenste muur bestaat uit gehouwen steen, gewoon van verschillende steengroeven in heel Frankrijk. De binnenste laag bestaat uit simpel bakstenen metselwerk. De oppervlakte van het glas bedraagt 14.900 vierkante meter. Over het glas op zich is niet heel veel te vertellen, behalve over de productie van glas aan het einde van de 18e eeuw. De productie van de glazen panelen zal hoogstwaarschijnlijk nog op een traditionele manier zijn gemaakt door middel van glasblazen. Over de bevestiging van het glas wordt er zo meteen meer verteld. In mindere vormen aanwezig zijn het gewapende beton voor de vloeren en cement. Ook is er gebruik gemaakt van het beton bij de funderingen. Het hout werd ook gebruikt voor de vloeren, terwijl de grote eikenboomstammen gebruikt werden voor de funderingen. Ook een kleiner element van de gehele indrukwekkende constructie zijn de afwerkingen van het dak in zink. Zink is een onedeler materiaal dan staal en zal daardoor een oxidatielaag creëren om corrosie van het staal tegen te gaan. Le Grand Palais is gebouwd op de plek van Le Palais de l'Industrie. Als het tijd wordt om de funderingen te leggen, wordt er in de kelder van het Palais de l'Industrie een kleiachtige laag zand gevonden die groter is dan gepland, waardoor de constructie niet gerealiseerd zou kunnen worden. Om de grond te versterken besloot een van de architecten, Deglin, met zijn team om een oude methode die gebruik maakt van stelten te gebruiken. Gedurende 6 maanden worden door krachtige stoomhamers 3400 eikenhouten palen met een diameter van 20 à 30 centimeter en 10 tot 15 meter lang naast elkaar de grond ingeslagen. Per stam zijn er zo'n 300 tot 400 slagen nodig om een vastere, draagbaardere grondlaag te bereiken. Over de koppen van de stammen wordt er beton gestort die het stuk speling van het grondwaterpeil als het ware opvangt, waardoor de stammen permanent onder water staan. Dit beton wordt geproduceerd door een betonmixer in de haven en via treinrails naar de werf getransporteerd. In 1993 begonnen glazen panelen naar beneden te vallen. Dit werd veroorzaakt door een reeks opeenvolgende gevolgen. Sinds 1897 is het grondwaterpeil gezakt, wat voor vele soorten ellende zorgde. Doordat er zuurstof bij de palen kon komen, werden ze aangetast door schimmels en paddenstoelen.
Het gebouw daalde in 93 jaar 40 centimeter, waardoor er meer druk kwam te staan op de hele constructie. Le Grand Palais, met al haar vakwerken, is een stijve doos zonder dilatatievoegen, dus zakte de hele constructie in. Door de constante toenemende druk begon het staal ook permanent te vervormen. Hoewel dat normaliter bij de draagkracht niet relevant is bij het gebruik van staal, veroorzaakten de vervormingen te veel inwendige spanning in de verbindingen en begonnen er klinknagels te springen. Niet alleen dat, maar door de oplopende inwendige spanning konden scheurtjes ontstaan in de onderdelen, waardoor via het infiltreren van water ook roest begon te vormen. Van 2001 tot 2003 zijn er restauraties geweest. Deze restauraties bevatten herstel van de 40 centimeter inzakking, vervanging van al het glas, bespreiding tegen de roest door middel van zinkrijke verf of roestwerende verf en het opnieuw zetten van vele klinknagels. De structuur werd opgetild door hydraulische motors gemonteerd op de stijgers die het Grand Palais vulden. De funderingen werden uitgegraven en er werd rondom de oude fundering nieuw beton tot de stevige grondlaag gestort. Hierdoor werden de aangetaste delen van de palen bedolven onder het nieuwe beton en gaat de draagkracht van de palen niet compleet verloren, terwijl het nieuwe beton nu primair de druk opvangt. Verder worden onderdelen ontmanteld, hersteld op roest en vervorming en opnieuw bevestigd met klinknagels. De lastendaling verloopt vrij simpel. Men heeft gebruik gemaakt van gebogen I-liggers. Dit dient als een soort tussenoplossing tussen een I-ligger en een kolom, met nog wel de mogelijkheid om ook zelfdragend te zijn. En de druk van het gewicht wat op de boog komt te staan gemakkelijk op te vangen, als ook door te geven aan de kolommen aan de voet van de boog. De spatkrachten worden opgevangen door de pilaren en de zijdelingse passage die één verticale kracht rechtstreeks naar de fundering overdraagt en een andere die de overige spatkrachten opvangt. Door de verbinding tussen de uiterste paal en het begin van de overspanning vormen de kleine bogen een stijve verbinding tussen de twee elementen, zodanig dat ze als één element kunnen functioneren. De constructie kan in het groot opgedeeld worden in drie stukken. De koepel, de middenbeuk en de zijbeuk. Ongeacht naar welk onderdeel gekeken wordt, zijn alle drie best zelfdragend. De koepel steunt op 8 kolommen die direct naar de grond leiden. Alle interne krachten worden binnen de structuur, de koepel, geneutraliseerd of afgegeven aan 1 van de 8 kolommen. Alle 8 kolommen splitsen aan de onderzijde op in tweeën. 1 gaat rechtstreeks omhoog naar het centrum van de koepel. De andere kolom vormt de scheidingslijn tussen de cilindervormige beuk die op deze bolvormige koepel aansluit. Deze overspanning betreft een dubbele kromming en is constructief gezien zeer geavanceerd voor die tijd. Hetzelfde kan gezegd worden voor de midden- en zijbeuk. Door gebruik te maken van een simpel tongewelf als uitgangspunt, komt er een negatieve druk te staan op de boog. Terwijl de bevestigingspunten te maken hebben met spatkrachten. Wederom worden deze spatkrachten opgevangen door de pilaren en de zijdelingse passage die 1 verticale kracht rechtstreeks naar de fundering overdraagt en een andere die de overige spatkrachten opvangt. De volledige structuur kan verdeeld worden in verschillende categorieën. De grootste elementen zijn de overspanningselementen van de horizontale componenten die de kracht opnemen van de kleinere boogvormige elementen. De krachten opnemen van horizontale elementen die op de vorige vermelde componenten steunen. Dit wordt herhaald tot de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van de glasplaten. De sluiting van het dak en de koepel eindigt met het installeren van de glasplaten. De glasplaten lopen niet volledig af zoals de boog, maar wijken aan de onderzijde van de draagstructuur af om de passage op de eerste verdieping te behouden. Het glas was volledig transparant, maar ook gestreept om de waterafvoer te bevorderen. Door de korte tijdspan van de bouw is het glas bij meerdere bedrijven geproduceerd. De daken van de zijkapellen bestaan uit leisteen. De rest van het dak werd gemaakt uit in zink in de Parijse stijl.